Welkom bij deze aflevering van Koken in een Grot, een serie video's waarin ik demonstreer hoe simpel het is om te koken als moderne holbewoner. Wie de holbewonercode heeft gelezen, die weet natuurlijk dat moderne holbewoners er wat afwijkende gewoontes op nahouden. Moeilijk is het allemaal niet en het gevolg daarvan is dat ze oergezond zijn, fit, berensterk en slank hun leven lang. Wat eten we vanavond? We eten vanavond een stukje biefstuk en spitskool, rode kool en daaroverheen doe ik een sausje van bloemkool met ui en knoflook. Klein stukje vlees, 2 personen, 150 gram. We eten met z'n allen veel te veel vlees, helemaal niet nodig. Geen vlees is beslist onverstandig. Mensen hebben vlees nodig. Omnivoor zijn we, dat betekent niet of, maar dat betekent en, om gezond te zijn. Maar staat tegenover dat we de laatste 60 jaar krankzinnig veel vlees zijn gaan eten. Is nergens voor nodig. En dan ligt er ook nog eens een focus op dat rode vlees, ook helemaal nergens voor nodig. Maar eens in de week, eens in de 10 dagen stukje rood vlees is ontzettend belangrijk. Dus vandaag stukje biefstuk, 150 gram voor 2 personen, met spitskool en rode kool en daaroverheen een sausje van bloemkool. Ik ga beginnen met mijn bloemkool. Het is een enorme stronk. Snijden. Er blijft niet veel van over, maar dat geeft niet. Ik denk dat dat allemaal zo wel lukt. Zometeen maak ik ze nog iets kleiner. En die gaan we zometeen stomen. Belangrijk dat die bodem goed vol ligt en dan kom ik zo op terug. Dus de bodem van de pan vullen we met die roosjes en daar gaat doorheen de 2 stukjes knoflook die ik hier heb. Gaat in zijn geheel in de pan, hartstikke die. Half uitje, kontjes er vanaf en vandaag kom ik goed weg, want ik hoef dat halve uitje niet te snijden. En dat vind ik toch wel fijn. Half uitje gaat in zijn geheel in de pan. Provinciale kruiden, die gaan hier doorheen. Daar hoeven we helemaal niet zuinig mee te zijn. Zo. En nu gieten we daar een laagje water overheen. Vuur gaat aan. Dat is voldoende. En terwijl dat staat te stomen, houden we daar een oogje op. Ik ga nu de witte kool snijden. Haal ik even die buitenste bladeren vanaf. Deze is te groot, dus we gaan daar een, wat zullen we doen? Dit snijden we in reepjes. Hartstikke die. Rode kool. Eens even kijken, wat gaan we gebruiken? 2 personen. Ja, dit leg ik even opzij. En, niet vergeten, even een blik in de pan te werpen. Is aan het koken nu. Zo, laat ze allemaal lekker door. Sudderen. Zo. Het gaat ook in mijn schaaltje. Iets te enthousiast geweest met snijden. Dus dit gaat naar de cavia. Oké, wat gaan we nu doen? We gaan eventjes het vlees aan 2 kanten dichtschroeien. Boter erin. Ongezouten roomboter. Voilà. Zodra die boter gesmolten is, gaan we het vlees eventjes aan 2 kanten aanbakken. En dat vlees, zodra dat gebeurd is, gaat op de bloemkool. Blijft het lekker warm. 2 stukjes vlees heb ik hier. Die gaan we aanschroeien. Aanbakken, er kan wat peper alvast bij. Zo, even snel naar mijn bloemkool kijken. Die kan wat heter. Andere kant schroeien. Vuur een beetje naar beneden en hij gaat nu in de andere pan. En dan kan hij hier lekker doorgaren. Doe op de bloemkool en de ui en de knoflook. En nu ga ik in dezelfde olie, ik heb het vuur ietsje lager gezet, ga ik de groenten wokken. En daar gaat bij, ik heb niet alles gebruikt wat ik gesneden heb. Peper, uiteraard. En dan gaat bij curry. Even opletten, curry is natuurlijk niet een kruid van zichzelf. Het is een combinatie van allerlei soorten kruiden. Even opletten of daar niet aan toegevoegd is zout. Topje even eraf. Zo. Dan gaan we dat even roeren. Er staat nog steeds water in, dus dat gaat goed. Ik heb per ongeluk het vuur onder de wok
iets te ver naar beneden gedraaid. Dus ik heb het vuur weer opgeschroefd. Heel even wachten nog. Dan is dat zo klaar. En wat ik dan ga doen, dan ga ik het vlees wat nu hierin staat, hierop leggen. Kan lekker doorgaren. En ondertussen ga ik de saus maken met de bloemkool. En wat ik nu kan doen, is een beetje afblussen nog dit. Zodat de peper en de curry nog iets beter zich mengen met de groenten. Doe niet te veel. Zo, hier gaat het vuur vanaf. En ik ga die biefstukjes weer daarin doen. Zo, 1 en 2. Oké, we gaan nog één keer prikken in de bloemkool. Die is volgens mij betreft zacht genoeg. Dat betekent dat het vuur uitgaat. Het dekseltje gaat deze kant op. En ik ga nu dit even staafmixeren. Niet tevreden. Daar moet meer water bij. En nu ben ik wel tevreden. Tijd om dit te gaan opdienen. Ik maak een bedje van mijn groenten. Daar gaat een stukje vlees op. 1 keer. En 2 keer. Daar gaat deze bloemkoolsaus overheen. Worden. Even mooi maken met peterselie. Gewokte spitskool en rode kool. Biefstukje. En een sausje van bloemkool. Dit is een holbewoner maaltijd. Eet smakelijk.